We zijn op dit moment in Afrikaanderwijk, op het Afrikaanderplein. Je ziet achter ons is een kickboxclinic. Ja. Die wordt gegeven door een bewoner uit Bloemhof. En waarom wij hier zijn vanuit Bloemhof, want ik werk eigenlijk in Bloemhof, Welzijn Bloemhof, is omdat de kinderen uit Bloemhof mee op sleeptouw genomen zijn om hier in Afrikaanderwijk deze kickboxclinic te volgen. Ja. Dus het is een hele leuke samenwerking tussen allemaal enthousiastelingen die met de doelgroep jeugd iets doen in deze gekke tijd. En dat komt hier allemaal samen, allerlei initiatieven samen, dus dat is heel mooi. Het wordt mooi samengewerkt. Dus je ziet dat de kinderen wel echt naar buiten willen. Ze willen lekker dingen doen en dat is wel gezond, want ze zitten natuurlijk van 's ochtends vroeg tot in de middag aan hun thuis huiswerk. Ja. Dus het is goed dat ze lekker naar buiten gaan, dat er gebruik van wordt gemaakt. We organiseren voetbalactiviteiten zoals je achter mij kan zien, ook boxactiviteiten. En alle verschillende soorten sporten bieden we de kinderen aan, zodat we ze zoveel mogelijk van de straten af kunnen houden en zodat we ze een leuke dagbesteding kunnen geven nadat ze van school komen. Zodat ze er een beetje stoom kunnen uitblazen. Ja. Dat is allemaal positief voor de kinderen. Kunnen ze een beetje stoom uitblazen van de stress die ze mee krijgen van school. Onder andere. En dat is eigenlijk in het kort eigenlijk wat we doen als pleincoach. Het was altijd natuurlijk wel zo dat er van alles gebeurde voor de kinderen. Maar veel gebeurde toch ook wel binnen. En je ziet nu dat niet meer kan. En dan worden de creatieve oplossingen bedacht om die dingen dan toch buiten te laten zijn. Ja. Als er nou kinderen zijn die dit zien, hè, die denk ik wil ook meedoen. Kan je gewoon komen? Ja, je kan langskomen. Ja, gewoon langskomen. Dat staat ook in de agenda, staat van kom gewoon langs. We hebben in elke wijk waar we werkzaam zijn, is er een wijkagenda te vinden op de magie van Feyenoord. En daar kun je alle activiteiten zien. Dus er gebeurt een hele hoop. In Bloemhof is het elke middag is het ergens wel pleinactiviteiten. Zijn er ergens wel pleinactiviteiten. En dat is in elke wijk wel zo. Ja. Ik ben Anneke Nauta, ik ben landschapsarchitect. Dat doe ik niet alleen, want ik werk samen met Ank Bleker. We hebben samen een bureau. En wij werken sinds 2016 aan de Wiedewaal. Met name aan de buitenruimte van de Wiedewaal. Als je het over het inrichtingsplan hebt, dan gaat het over de buitenruimte. Hè, en dan gaat het over, in dit geval over de openbare buitenruimte. Dus we zijn niet zozeer bezig met tuinen en achtergebieden, maar we zijn bezig met de straten, het park wat er is. Het ene verhaal is dat we ontzettend veel bomen nieuw planten. Het andere verhaal is dat we heel zuinig zijn op wat er al staat. Want dat brengt eigenlijk al gelijk sfeer. Nou ja, we hadden het over het inpassen van bestaande bomen. En dit is eigenlijk een hele mooie plek om dat te laten zien. We zien hier, als je die kant op kijkt, er staat één grote solitaire boom. Die komt zo meteen in de nieuwe fase heel prominent staan in een voeg. En als we aan deze kant kijken, daar staan er vijf. En dat is dezelfde als die solitair. Dit is een bepaalde els, een Elmus peti. De meeste elzen zijn vrij klein, maar dit zijn echt grote boomvormers. En het aardige aan deze elzen is dat ze in de winter er ook nog aardig uitzien. Dus we hebben ontzettend veel moeite gedaan om die bomen heel goed in het plan in te passen. Dit is de ene die daar solitair staat en dit is die groep achter me. Maar deze boom staat heel centraal en die zal ook in de straat straks al direct een heel mooi beeld opleveren. Daarachter, daar zie je dat er langs het water staan nog een aantal populieren. En die zijn vrij oud, maar ze kunnen nog een tijdje mee en de gemeente heeft er ook voor gezorgd door ze te kandelaberen, door de grotere takken eraf te halen, dat ze nog een tijd mee zullen gaan. Ondertussen plant de gemeente daartussen een prunus, een kers, een inlandse prunus avium, een inlandse kers. Dat is een kers die vrij groot wordt. En wij zijn in het plan, zijn we daarop verder gegaan. Dus op den duur zullen die populieren verdwijnen, maar dan wordt het eigenlijk een kersenlaan. Dus de bestaande zijn ingepast en er worden nieuwe, precies dezelfde, tussen doorgezet.
Ja. Hey Paula, welkom. Hi Ramzi, hè? Dag meneer Monti. Goedemorgen. Ja. Is iedereen aanwezig? Ja, behalve Margreet. Ons jurylid natuurlijk. We beginnen met meneer Graus. Ja, goedemorgen. Oké, Tess. Ik zit op het stadhuis, dus. Oké. Okay. Luid en duidelijk. Ja, mooie verbinding. Ja. Richard Moti. Goedemorgen. Leuk om er weer bij te zijn. Om jullie ook een aantal van jullie weer te zien. Bekende gezichten, maar ook een aantal nieuwe gezichten. Nou, welkom allemaal in het mooie Afrikaanderwijk. Ik ben blij dat de wethouders de tijd hebben gemaakt om eens te kijken in zo'n wijk als Afrikaanderwijk. Wat doet corona met zo'n kwetsbare wijk? Nou, de jongeren hebben het dus lastig. We zien dus dat heel veel bijbaantjes wegvallen. Dat ze daardoor in de schulden komen, omdat ze weinig reserves hebben. Daar proberen we te helpen als gemeente wat we kunnen. We hebben een jongerenoverbruggingsbudget. We zien ook dat heel veel jongeren ons weten te vinden. 50% meer mensen, meer jongeren komen bij het jongerenloket. Nou, hallo allemaal, welkom dat jullie er zijn, dank jullie wel. Ik ben Omar, ik ben 16 jaar. Ik woon al heel mijn leven in de Afrikaanderwijk en dit naast mij is... Ik ben Marwan, geboren en getogen ook in de Afrikaanderwijk. Ik doe 5 VWO, hij 4 VWO. Heeft u nou gehoord van de jongeren hoe zij dat vinden in deze tijd? Hoe komen ze er door? Nou, lastig. Dus, en de twee jongeren die het organiseerden, Omar en Marwan, die hebben niet bij de pakken neergezeten en hebben allemaal actieve dingen digitaal georganiseerd, zoals deze escape room ook. Dus dat is knap, maar ja, jongeren hebben het gewoon lastig. En wij zijn gevraagd om live escape quiz vandaag met jullie te doen. En daar hebben we allebei zin in. Ja. We zijn super blij dat we dit mogen doen. Vorig jaar zaten we nog zelf achter de schermen en nu zitten we aan de kant van het presenteren. Ja, sorry, wat is de vraag? Hoeveel bewoners heeft Afrikaanderwijk? 8040? Nee? 8040, oké, dat is uw antwoord. En we hebben wel als college gezegd, dit is zo heftig, we moeten meer dingen doen. Dus er is een extra aanpak voor de jeugd. Om een aantal dingen gewoon beter te organiseren samen met jongeren. Dus jongeren denken mee wat nodig is. Mijn collega Richard Moti, die ook bij de escape room erbij was, heeft er net ook wat over verteld. En een van de ideeën die ze hadden om die escape room op andere plekken te doen, gaan we kijken of we dat ook kunnen doen via die extra jongerenaanpak die we hebben. Hoe was dat om dat helemaal digitaal te doen? Nou, leuk. Gewoon hele leuke, enthousiaste jongens die het organiseerden met een aantal wijkbewoners en mensen die in de wijk werken. Wijkcoöperatie, welzijnswijk, etc. Het is leuk om zo te doen, maar het is gewoon veel leuker om er echt te zijn. Elkaar in de ogen te kunnen kijken. Maar ja, dit is wat we even kunnen. Ja, dank jullie wel. Ik hoop dat ik blijf in de wijk. We zijn hier in onze nieuwe locatie aan Oosterhagen 247 in IJsselmonde. En daar zijn we zeer blij mee dat we hier terecht kunnen. De situatie was anders? Ja, de situatie was dat we dus in IJsselburg zaten voor anderhalf jaar. Op een gegeven moment werd ons gesuggereerd dat we dus eruit moesten. En dat hield wel in dat we weer een nieuwe ruimte moesten gaan zoeken. En hoe zijn jullie dan eigenlijk bij deze ruimte terechtgekomen? Puur toeval. We zijn eerst bezig geweest. We hebben denk ik al 20, 25 andere locaties geprobeerd. Waaronder ook de huizen van de wijk in IJsselmonde. En toen zijn we dus steeds maar de wijk ingegaan. En een van onze bestuursleden die woont hier vlakbij. Die is hier langs gekomen en naar binnen gegaan. En de pastoor ontmoet hier van het kerkgenootschap. En we waren eigenlijk direct welkom als ouderen, wilden die graag helpen. Jullie zijn echt trouw aan de wijk IJsselmonde ook? Ja, zonder meer. We zijn altijd in IJsselmonde gebleven, daar hebben we de naam ook natuurlijk. We bestaan vanaf 1 april 1977. Om die mensen in ieder geval een plekje te geven dat ze een beetje kunnen bewegen, sporten. En sociale contacten, wat waarschijnlijk nog veel belangrijker is voor de meeste ouderen.
En dat lukt heel erg goed, want ze zijn altijd zeer content als ze aanwezig zijn. Hey, en deze ruimte is eigenlijk perfect, hè? Met 3 tafels en je kan coronaproof biljarten. Klopt. Als we coronaproof moeten biljarten, als we dus mochten biljarten, zouden we ook maar 2 biljarts gebruiken. Want de afstand moet natuurlijk wel blijven gewaarborgd. En dat zou dus gewoon kunnen lukken. Maar ja, vanwege de hele grote lockdown mogen we helemaal niet. Dus dat is heel erg jammer. Eigenlijk bij elkaar zouden we nog heel erg graag 10 leden bij willen hebben. We kunnen hier gewoon elke dag biljarten. Maandagmorgen en dinsdagmorgen, als er geen competitieverband wedstrijden zijn. Maandagavond, dinsdagavond, woensdagmorgen, donderdagmiddag en vrijdagmorgen. Dus de mensen kunnen uitkiezen wanneer ze zouden willen komen. Dames zijn ook van harte welkom. We hebben een website en daar kan je dus contact leggen. De gebiedscommissie en de Opzomer Stichting, die hebben ons in ieder geval in de gelegenheid gebracht om dat derde biljart te kunnen aanschaffen. De stichting Heilige Geesthuis, die ons subsidieert met een deel van de maandhuur. De pastoor misschien? Oh ja, zie het. Ja, dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Ja, de pastoor hier, pastoor Olla, zoals wij mogen noemen. Die ons gewoon heel erg binnen heeft gehaald en om ons te helpen. En daar zijn we hem dus bijzonder dankbaar voor. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. We staan hier inderdaad op het havenspoorpad, ook wel het levenspad genoemd. Ja, het havenspoorpad was vroeger een spoorlijn, hè, van de Waalhaven naar de Kijfhoek, zeg maar. En sinds 2011 is dat het levenspad geworden. En dat is ontstaan vanuit de voormalige deelgemeente. Die wilde groene Charlo's, zeg maar. En toen is het 1000 bomen project is bedacht. En onderdeel van het 1000 bomen project was toen het levenspad, zeg maar. Nou, en het levenspad, dat is dus een bomenadoptieproject. Daar kunnen we mensen die konden in het verleden konden ze dus ter herinnering aan overledenen of heugelijke gebeurtenissen als een bruiloft of een geboorte van een kind, konden ze een boompje adopteren. En dat is dan ook volop gedaan. Hier heeft hij gewoond, met ons geleefd, voor ons gewerkt. Dat heeft hij zelf bedacht. In 2014 is natuurlijk de toenmalige deelgemeente is natuurlijk opgeheven. En toen is eigenlijk het levenspad een beetje verval geraakt. Onderhoud van de bomen liet de wens over. En toen hebben we in 2017 met een aantal adoptanten zijn we bij elkaar gekomen. En toen hebben we de vereniging Vrienden van het Levenspad opgericht. De Vrienden van het Levenspad is een vereniging opgericht door de adoptanten in het Charlesse gedeelte. En dat is gebeurd naar aanleiding van eigenlijk het verval van de adoptiebomen nadat de deelgemeente Charlotte is opgeheven en de overdracht naar de gemeente niet helemaal goed geregeld was. We hebben ons toen ingezet om dit gedeelte, het Charlotte gedeelte, weer op orde te krijgen. Dat hebben we gedaan door informatieborden te plaatsen, door tegels bij de bomen te plaatsen, waardoor de bomen weer een nummer hebben, weer een naam krijgen. Van de mensen die de bomen geadopteerd hebben. Er staan 5 van die informatieborden staan langs het pad. En daarop staan dan alle namen van alle mensen voor wie een boom is geadopteerd. We zien toe op het onderhoud. Als er iets niet goed is met de bomen of er is een boompje dood of dat soort dingen, dan geven wij dat door aan de gemeente. Het is helaas op dit moment niet meer mogelijk om nog bomen te adopteren. Het levenspad is 6,5 kilometer lang en om de 5 meter staan nu bomen. En dat betekent dat het dus eigenlijk helemaal vol is. Dus mensen hoeven ook niet meer ons te bellen of te mailen om te vragen of er nog een boom geadopteerd kan worden. Want op dit moment kan dat helaas niet meer. Dus. Ja.